Netwerkconferentie Nederlands. Georganiseerd door docenten Nederlands van Quadraan en Curious in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een inspirerend programma voor docenten en studenten Nederlands, waarin verbinding wordt gelegd tussen wetenschap, vakdidactiek en onderwijs. Maar bovenal ook een ontmoetingsplaats voor docenten, studenten en wetenschappers. Er hebben zich 180 deelnemers aangemeld en het lijkt me geweldig als deze mensen met elkaar in gesprek gaan, contact maken, kennis en ervaring delen en misschien ontstaan er wel mooie samenwerkingen. Ik ben Bram Geurtsen, ik ben student aan de HAN en ik ben docent Nederlands aan het Van Lodestein College in Kesteren. Ik heb vandaag opgestoken dat je met je vak eigenlijk veel meer kunt doen dan je alleen uit boeken haalt en dan je alleen gewend bent automatisch af te draaien ieder schooljaar weer. Je wordt op zo'n dag als dit, als deze, toch even uit je vak gehaald, uit je lokaaltje gehaald en even in een breder perspectief geplaatst. En dat vind ik heel erg nuttig, want je gaat zo gauw weer op de automatische piloot verder. Ik heb opgestoken dat veel docenten zoekende zijn om hun vak nieuw leven in te blazen, nieuwe doelen te kunnen stellen en dat ook op een vernieuwende manier te kunnen doen. Ik ben Rob Honig en ik ga je vandaag een workshop geven over argumentatie en specifiek de dingen die eigenlijk in het vak Nederlands niet voorbij komen en ook in de opleiding tot leraar niet worden gezegd. Wij komen hier een workshop geven over hoe wij Nederlands hebben gehad in de onderbouw. Dat is belangrijk omdat je op een leuke manier Nederlands wil hebben, zodat dat inspirerend is, zodat het leuk is en zodat je dingen opsteekt in plaats van uit het boek leren. Ik zou, als ik morgen in de lerarenkamer zit, tegen mijn mededocenten zeggen: joh, stap eens een keertje naar zo'n studiedag toe, ga eens een keer naar een conferentie. Je steekt net eventjes weer wat op waar je niet meer aan gedacht had. Je bent al zo lang van je opleiding af, je weet het niet meer, je brengt het niet meer in praktijk en je wordt weer even opgefrist. Ja, die verwachtingen zijn zeker helemaal uitgekomen. Ik weet nu gewoon heel goed hoe ik het leesonderwijs bijvoorbeeld op een andere manier aan kan pakken. En daar hebben de workshops van vandaag heel erg aan bijgedragen. Mijn naam is Rutger Cornelissen. Ik ben een van de organisatoren van de netwerkconferentie. En dat ben ik aan het einde van deze dag met ongelooflijk veel trots, moet ik zeggen. Eén, is al ontzettend bijzonder dat je zoveel mensen die je kent vanuit het netwerk, vanuit de sociale netwerken, die bij elkaar te zien, om met elkaar te praten, maar om dan bij elkaar aanwezig te zijn en workshops te volgen. En ik heb echt fantastische dingen gehoord en zit zelf knalvol met inspiratie om weer nieuwe dingen te gaan doen. Ik stap met hele nieuwe kennis morgen mijn les in. En ik ben ongelooflijk trots als ik terugkijk op deze dag en voldaan.